Vanmiddag een familieportret van de familie Kuiper en Schuurman uit Haarlem. We zullen ze u even laten zien. Dat zijn vader en moeder Kuiper. Daarnaast Willeke en haar Kor. Christine en haar Jaap. Reinier. Arnoud en zijn Liesbeth. Bart Roos. En dan Alex Kuiper en Kees Schuurman. Familie van Kees, de broer van Kees Dick. Zusje Wiesje met haar Sigurd. Zusje Dini met Henk. En twee vrienden Erik en Wiepke. En de hoofdpersonen vanmiddag willen jullie even naar voren komen. Dat zijn Alex en Kees. Alex, kom jij maar in het midden. Wat deugd. Nou, dat hangt er maar vanaf, hoor. Jongens, wij gaan het vanmiddag hebben over homofilie. En ik wou jullie vragen eerst, waarom vinden jullie het wel goed dat daar een programma over gemaakt wordt? Ja, dat lijkt me heel belangrijk dat er een programma over gemaakt wordt. Want, ik mag wel zeggen, wij hebben ontzettend veel geluk gehad wat betreft acceptatie door familie en vrienden. Maar je ziet om je heen nog zoveel mensen die er ontzettende moeilijkheden mee hebben. Dat het me heel belangrijk lijkt dat iedereen eens kan zien hoe je het ook kan beleven. En je come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love. Then you softly leave. And it's me you need to share. How deep is your love? How deep is your love? Jullie hebben elkaar leren kennen in een groep in de kerk. Ja. Dat was jij kantor, hè? Nou, toen nog niet. Of nog niet? Toen zaten we samen in een jeugdkoor. Oh ja, en zong hij mooi? Afschuwelijk. Nou, dat wil ik nou ook weer niet zeggen. Maar je bent wel in die tijd verliefd op hem geworden. Ja. Tijdens dat jeugdkoor. Nou, dat is niet helemaal waar. Je was dus verliefd op een ander en daar was ik dan weer vriend mee. Dus zodoende kwam hij met mij in aanraking. Maar het was al wel zo, dat vind ik zo grappig. Oh. Op koor wou hij altijd naast me zitten. Ja, dat maak jij ervan. Ja, dat was echt zo. Ja. Het was altijd een gevecht van wie er dan op die stoel naast mocht zitten. Het is absoluut niet zo geweest dat ik toen al ontdekte dat ik homofiel was. Want dat wist je helemaal dat wist nog ik toen niet. Nog helemaal niet. En jij was wel verliefd op hem, je zat daarmee. Je vond dat een probleem, echt. Ja. En je bent zelfs naar een dokter gegaan om daarover te praten. Maar die gaf valium, hè? Dat was niet... Niet opbeurend wat daar gebeurde. Nee, dat was vreselijk gevaarlijk. Nee, ik had het dus toen al tegen verschillende mensen gezegd. En Alex wist het ook al. Ja. Toen ben ik inderdaad daar naartoe gegaan. En die zegt, dan moet je telkens als die gedachten opkomen, die moet je dan maar beschouwen als een kleine man. En dan moet je telkens als die gedachten opkomen zeggen, hou je mond, kleine man. Hè, en dan kwam je er vanzelf wel af. Ja, en dan als ik 's nachts niet goed praatte, dan kreeg ik zo'n pot valium mee. Of nog sterkere troep. En dan werd ik wel rustig. Abortus uit het strafrecht. Daar willen wij voor vechten. Tot al die hoge heren. Tot al die hoge heren. Abortus uit het strafrecht. Daar willen wij voor vechten. Tot al die hoge heren. Het lesje zullen leren. Moet u een kaart sturen aan de minister-president? Aan vannacht? Voor onze drie eisen. Vrije abortus. Vrije abortus? Ja. Waarvoor? Ja. Jullie krijgen een kostenvergoeding. Dat vrouwen zelf kunnen beslissen of ze wel of geen kinderen willen krijgen. Wat willen jullie met deze kaartenactie bereiken? Nou ja, kijk. We denken dus niet dat we van dit kabinet veel te verwachten hebben. Maar toch willen we onze eisen toch maar weer eens onder de neus drukken. Hey, iedereen kan onze eisen onderhand al wel dromen. Ik kan ze nog wel een keer voorlezen. Abortus uit het wetboek van strafrecht. Abortus in het ziekenfondspakket. En de vrouw beslist. Ja? Je merkt ook dat de mensen er veel meer over durven te praten. Dat een vrouw zei, het is toch wel voor abortus. Hè? Want ik heb het van de week laten doen. En ik wil het wel voor abortus dat er kaarten gestuurd worden. Niet tegen. En dan zie je dat door die acties de mensen gewoon al open over durven te praten. Dat zou je 10 jaar geleden niet hebben kunnen bereiken. Dat mensen zomaar op straat zeggen van, nou, ik heb ook een abortus gehad. Ja. Oh, li-o, li-o, la.
waren feministen. En er waren feministen. Oh, lio, lio, la, onze rijen groeien aan. En er waren feministen. Willen